Dus we zitten op dat plateau, er gaan maar asielzoekers blijven komen. Dus ik zie geen perspectief. Er wordt één niet gecommuniceerd. En ik vrees zelfs dat de overheid het zelf ook gewoon niet weet. Het is een Europees probleem en dat moet structureel worden aangepakt met veel hardere grenzen. Ik denk dat het partijstandpunt daar heel duidelijk is. Maar wilt u dat ze op straat slapen dan? Nee, helemaal niet. Maar dat is er juist gekomen door het gebrek aan lange termijnvisie. Ons migratiebeleid is volledig geparalyseerd. We zitten in een regering die geen beslissingen kan nemen omdat de ene partij dit zegt en de andere partij zo. Ik kan me inbeelden dat meneer Verstraeten wel op een bepaald aantal vlakken met mij eens is over die verstrengingen enzovoort. Maar uw partij kan in die federale regering weinig doen met coalitiepartners zoals Ecolo en Groen die alleen maar aan de instroomkant werken en nergens maatregelen nemen.